Sean Dond, toch wel een van de meest opmerkelijke coaches, denk ik. Hè? Was je zelf ook verrast als ze met de vraag kwamen? Wel, dit jaar niet, want ze hadden het mij vorig jaar ook gevraagd. Maar toen met Neelpen en zo was het iets te druk en dan kon ik het niet doen. Dus dit jaar was ik toch eigenlijk nog wel verrast als ze mij toen opnieuw vroegen. En was ik heel blij dat ik nu wel ja kon zeggen en mij hierachter scharen. Want ik vind het een heel tof initiatief sowieso voor al die kids. Nu, jezelf hebt eigenlijk het imago van de rocker te zijn. Dat is niet zozeer compatibel met kinderen op het eerste gezicht. Of heb je daar toch een andere visie op? Ik heb daar zeker een andere visie op, omdat wat ik met Neelpin doe, is ook niet het enige wat ik natuurlijk doe. Ik schrijf heel veel muziek in verschillende stijlen, ook voor heel veel andere artiesten. Dingen die ik zelf nooit zou willen brengen, maar wat heel leuk is. En ik denk dat dat... Ik denk dat ik gewoon vooral goed moet weten om te gaan met die kinderen en wat ze elk afzonderlijk nodig hebben of aan tips en die persoonlijkheden allemaal wat inschatten. Ik denk dat ik gewoon wel eigenlijk heel veel raakvlakken heb met hen, omdat ik zelf op erg jonge leeftijd begonnen ben met muziek maken. En dat ik daarom met hen erover kan praten en dat dat net wel heel compatibel is. Nu, je bent zelf ook muzikant. Betekent dat je ook actief gemoeid hebt met de productie van de nummers? Of heb je dat echt aan de anderen overgelaten? Nee, dan moet ik in alle eerlijkheid zeggen dat als ze het mij gevraagd, dat ik me er graag in gemoeid. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Als ik de resultaten hoor, er hebben zich erg bekwame mensen mee bezig gehouden. En het resultaat is ernaar. Dus de twee verschillende versies ook van elk nummer, wat de primeur is dit jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk een goed idee. Aan jou als muzikant kan ik dat vragen. Hè? Ik vind dat wel, ja, zeker om een beetje verscheidenheid erin te houden. En dan kan je ook weer zien, de mensen kunnen dan zelf stemmen welke versies ze het leukste vinden en zo. Dat is toch weer voor ook de mensen en thuis en de kijkers ook weer iets interessanter. En ik denk voor de kinderen zelf ook, als ze telkens datzelfde nummer moeten brengen met diezelfde sfeer. Ik denk dat dat zeker een vooruitgang is. Is misschien een idee voor het volgende album van Neelpin? Een dubbelaar met dan allemaal verschillen. Eén country versie en één punkrock versie. Ik zal het eens bespreken met de rest. Ik zal nog niks beloven. Okay. Is er verder iets op komst muzikaal? We spelen nu nog een show of 8, denk ik, tot en met oktober. En dan krijgt onze bassist zijn eerste kind. Dus dan mag hij daar zich even mee bezighouden. En is even een pauze. En we hebben allemaal genoeg dingen nog te doen daarbuiten. Dus ons even daarop concentreren. De opvolging voor Junior Eurosong in 2000 en zoveel is dus verzekerd wat dat betreft. Nu, ga je ook na Junior Eurosong de kandidaten nog blijven volgen, denk je? Ik denk dat wel. Dat zou ik alleszins leuk vinden. Ook bijvoorbeeld de jongens van Tune, die zijn allebei van het Waasland, van Sint-Gilis-Waas, als ik het juist heb. Ja. En ik ben van Sint-Niklaas, dus die zal ik sowieso wel nog tegen het lijf lopen, of ik het nu wil of niet, bij zo'n spreek. En ook van de andere kandidaten. We hadden het er net nog over dat er opmerkelijk veel mensen uit de regio Waasland bij zitten. Dus die zal ik sowieso wel blijven zien. En ik vind het ook wel leuk om dan... het zou inderdaad een beetje vreemd zijn om ze nu te coachen en dan dit was de periode. En ik heb zelf ook heel veel gehad aan mensen die mij vroeger ook les gaven, maar dan ook daarna nog blijvend nog af en toe tips gaven. En dat was altijd een heel leuk gevoel om daarop te kunnen terugvallen. Dus dat hoop ik ook te zijn, nonkel Sean, voor deze kids. Nu gaat nonkel Sean misschien ook het goede voorbeeld geven na Junior Eurosong bij Eurosong zelf? Oh... Ik voel aarzeling. Ik ben vrij zeker, of ik moet het gedroomd hebben, dat ze ons ook eens een jaar gevraagd hebben, een paar jaar geleden, of we dan al wilden meedoen. En toen hebben wij nee gezegd. En ik denk dat het antwoord nog steeds nee zal zijn. Ja, ik denk niet dat wij ons er echt thuis zouden voelen in een Eurosong. Wedstrijd. Ik heb daar niks op tegen en ik kijk daar ook elk jaar kijk ik daarnaar. Ik vind dat amusant, maar zelf eraan meedoen, niet meteen. Het was dus geen package deal. Je mag junior coach worden in ruil voor een deelname aan Eurosong. Nee. Ik heb al genoeg heel leuke podia en plaatsen in de wereld gezien. Dus ik hou het erbij. Oké, bedankt. Dankjewel.